hele, hele goede morgen. Ja, het is vandaag weer maandag. Een doodnormale, gewone normale door de weekse dag. Een hoop hebben er een hekel aan. Het is een dag, ja. Het is vandaag, even zien. De 23e, het is 10:38 en ik wens jullie allemaal weer een van harte welkom bij een gloednieuwe vlog bij Corina en de Beestenboel. Ja, nou twee hebben jullie er al heel even gezien. Eentje loopt er nou naar buiten. Dat was mijn blauwe prinsesje. Daar ligt meneertje. Nou ja, die heeft er net in de hal. En daar ook, op het matje, had hij gebraakt. Dus moest ik allemaal weer opruimen. Het zit gelijk al in de wasmachine. Hé, ja nou? Ja. En ik heb hem er net weer even behandeld, zijn staart weer even ingezalfd, ja. En hij heeft het vannacht trouwens best gedaan. Mijn brilje zit trouwens niet echt lekker mee. Maar hij heeft het vannacht best gedaan met die kap op, dus ja. Er komt wel weer vooruitgang in hoor. Wel ja, hij moet er gewoon vanaf blijven. Wie heeft er een hond die dat ook doet? Die je dan zo moest eigenlijk zo wat kaal moet scheren omdat ze dus, hotspot hebben. Ja, hij dus. Ik zat er al op te wachten van wanneer begint het. Nou, nu, gisteren dus. Maar oké, daar kan hij niks aan doen. Je kan hem er niet straf voor geven. Het is alweer zonde van zijn vacht. Maar het groeit ook wel weer aan. En die kan zo leuk drinken. Die doet zijn pootje in het water. En dan likt hij het pootje af. Nou gaat hij wel drinken, geloof ik. Ja. Yeah. Maar dan nog drinkt hij ook heel vreemd hoor, bij tijd te wijlen. Dan drinkt hij dan haalt hij het kopje omhoog alsof hij verzamelt. Met brokjes doet hij dat wel. Dan neemt hij een bek vol en legt hij het ergens anders neer. En dan gaat hij het uitzoeken van wat lust ik wel, wat lust ik niet. Ja, zo is die. Maar oké. Okay. Hij krijgt genoeg, want anders is hij niet zo dik, hè? Nee. Maar hij krijgt, hij weet het buiten ook wat te vinden, hoor. Meneertje Jodokus, ja. Zijn mensen, die geven meneertje ook wat toe. Ja, omdat hij zo lief is. Hij komt iedereen aan, wil hij aangehaald worden. Hier in de buurt. Maar ja. Oké, lieve vrienden, ik zeg, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Geniet van het mooie weer, geniet van mijn vlogs, geniet van mijn kanaal. Ik krijg straks het bezoek van mijn mannelijke persoonlijke begeleider. Dus die gaat weer ook met de klok even aan de gang, want die loopt nu een kwartier voor. Nou, dat ging 14 dagen, vind ik netjes. Ja, beter dan een half uur. Dus dat moet hij weer een klein beetje het wieltje laten zakken. Dus ik laat het hem mooi doen, totdat hij eigenlijk hopelijk een keer ooit gelijk komt te lopen. En anders weet ik het niet meer. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, ik spreek jullie later op de dag. Oh ja, Astrid die komt ook nog vanmiddag weer. Dus ja, jullie weten het van Astrid. Komt allemaal goed, dus tot later. Nou, mijn hondje ligt te slapen, zoals jullie zien. Hij merkt niks. Maar in ieder geval, ik heb de parasol al opgeruimd weer. En ik moet de kussentjes nog even naar binnen halen. En dan ga ik ook weer eventjes de stad in. En ik neem deze camera mee, weer even mee. En dan ga ik ook even weer die paint op dat voorgevel van die winkels even weer vloggen. Kijken hoe ver ze zijn. Ze waren gisteren ook aan het werk, dus ja, wie weet. En ze is weer een heel eind verder. Het is altijd even leuk om dat toch te volgen allemaal. En ik doe het ook voor jullie, uiteraard. En nog even wat boodschapjes doen. En dan heb ik vandaag, nog niet zo lang geleden, weer een telefoontje gehad. Van de vader van Roderick. Die wou vandaag alweer komen. Dat uit Den Haag vandaan. Om ons gesprek af te maken. Hè? Gesprek afmaken? Hoezo? Niet genoeg gesproken gisteren? Hij vindt van niet. Oké. Dat is wat hij vindt. Maar ik heb voor vandaag afgeblazen. Ik denk, ik wil dat niet. Dus dan komt hij morgen. Ja, en dan komt hij overdag. Want ik wil hem niet in de avonduren bij me
En wat valt er te praten? Niks. Hij wil over het verleden praten. Dan laat het verleden met rust, ja. Denk aan nu, denk van vandaag, denk aan morgen, denk aan de toekomst, ja. En kijk niet achterom. Wat geweest is, is geweest. Dat hoef ik niet te weten. Dat ben ik geen... Wat zie ik het nut niet van in. Hè, maar ja, wie ben ik? Ik ben ook maar gewoon een persoon. Van vlees en bloed. Die mijn best doet in alles en nog wat. En die een ander probeert te helpen. Maar ook dat schijnt weer niet goed te zijn. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Het is prachtig mooi weer. Ga er even op uit. En geniet ervan. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, en we zijn dus weer aanbeland. In de desbetreffende straat waar ze met dat painten bezig zijn. Ik noem het eigenlijk verven, want ik zie een verfrolletje, ja. Dat op de voorgevel, dus ik zal jullie omdraaien. Ik weet het, dit is eindelijk te zien wat het worden moet. Ja, een boei met een stuk touw eraan, hè. Heel erg mooi. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Grandioos. Maar ze zijn daar op de hoek, zijn ze ook bezig. Daar staat ook zo'n groen kraantje. En daar gaan we even ook naartoe. Dinosaurus is zo mooi. Echt 3D, hè? Echt heel mooi. Ik ben aan het vloggen. Kijk. Oh, daar staat nou momenteel niemand op, zo te zien. Ha? Ja. Oh, daar, kijk. Boven op het dak van de ring. Daar staat er iemand. Ja, en hoe, want die koepel, ja, die is ook gedaan. Die is normaal ook licht van kleur. De ramen zijn zelfs dichtgemaakt. Dat was vroeger een restaurant van Vroom en de Reesman. Ja, we hebben geen Vroom en de Reesman meer. Wat hij gaat doen, wat erop komt, ze zijn er wat mee van plan nog te doen, ik weet het niet. Dus ja. We zullen er even naar de andere kant rijden. Hij is gewoon op, daar opgestapt vanuit zijn bakje op die oversteek. Zo op dat ding natuurlijk, op die koepel. Maar we wachten af wat dat gaat worden. Dat merken we wel TZT. Ja toch, dat merken we vanzelf wel. Nou, die andere, daar hoef ik nou niet weer naartoe met jullie. Dat hebben jullie al gezien. Dus ja, gewoon...
Dat is al oud nieuws, dat is niet nieuw meer. Maar dat blijven we gewoon volgen. Dus ja, komt allemaal goed, zou ik zeggen. Ze zeggen, tot straks maar weer. Doei doei. Ja, we zijn weer thuis, lieve vrienden. En zoals jullie dat wel zien, ja. Ik heb hem even de kap afgedaan. Ik kan niet even een klein beetje zelfverzorging doen. Hij heeft ook er net even wat gedronken. En nou ja, jullie hebben het gezien, hè, hoe mooi dat wordt. Het is afwachten wat op die koepel komt. Ja, dat weet ik ook niet. Ik zal even de kamerdeur nog open doen, want daar zit nog een poezelbeestje achter. Althans, ik zal boven wezen, maar toch. Ja, dat komt wel aan. Hé? Ja. Lijfie. Oh, wat is dat? Ja, kamer. Het is een polsbandje van mijn camera. Hé. Een polsbandje. Nou ja, in ieder geval met zijn staart gaat het een beetje beter. Maar het komt wel. Hé, kerel. Kereltje, hé. Kereltje, kereltje, kereltje. Kom je dan, kom je bij me. Kom je bij me dan. Kom je niet? Nee, even zelfverzorgen, hè. Ja. Even zelfverzorgen, hè. Ja. Moet ook gebeuren, zeg maar. Ja. Maar oké, okay, ik heb boodschappen gehaald, maar is heel belangrijk, hoor. Ja, heel belangrijk voor de mens. Ik moet het wel eruit willen. Zo. Kijk. Toiletpapier hebben we wel nodig. Ja, ja. En dan heb ik nog. Twee pakken keukenrol. Heb ik er twee van. Zo. En dan heb ik eten voor vanavond. Lekker even makkelijk. Ik ga lekker, hoe heet dat? Een Chinese rijsttafel ga ik eten. Ja, lekker. Kunnen jullie dat zo lezen? Weet niet. Ja, moet kunnen toch? Ja, dat lijkt me lekker. En ik heb natuurlijk weer even vleeswaren gehaald. Dat moet ook gebeuren. Want het brood moet wel vleeswaren hebben. Schouderham heb ik. Boterhamworst heb ik. Gebraden gehakt. En hop. En dan heb ik nog snijworst en een salami. Enkel wat ik niet kon krijgen bij de Vomar, want daar heb ik boodschappen gehad. Dat waren bruine bolletjes. Ja. Dat was allemaal op. Er waren nog wel vloerkadetten, maar dat was wit. Nou, ik moet geen wit, bruin hebben. Nou, vier pakjes. Nou ja, kijk zelf. Ja, dat is voor make-up. Komt bij Big Bazaar vandaan. Net als dat komt ook bij Big Bazaar vandaan. Nou, dan heb ik vier van die pakjes hek meegenomen. Dus dat kan ik vanavond, moet ik dat even in een tasje doen. En dan kan ik het zo mee naar boven nemen. Klaar ermee. Ja. Zo, dus dan zal ik dat even gaan opruimen. En dan ga ik lekker weer een bakje koffie maken. Ik heb trouwens niet een bounty meegenomen. Ik had zomaar geen zin. Nee. Ik neem straks gewoon een lekker koekje. Ja. Maar in ieder geval, maakt allemaal niet uit. Ik ga straks lekker weer even voor de pc hangen. Want ik wil eventjes een leuke vlog in elkaar zetten. Niet van de filmpjes of wat dan ook. Nee, iets heel anders weer. Ja, wat ik een tijd geleden ook al eens deed. Dat ga ik nou weer doen. Kijken of mijn dat lukt. Op de manier op hoe ik het wil. En daarna zien we het wel weer. Ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van alles wat jullie doen gaan. En tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden. Het is alweer avond. Ik zit eigenlijk alweer te eten. Ja, lekker die nasi. Wat ik jullie vanmiddag al liet zien in de verpakking. Ben ik lekker mee bezig. En ik heb er natuurlijk
Nog wat kroephoek erbij. Lekker. Pijntje, koffie. Ja. Zoals zij heeft al een beetje nasje gehad. Eten op. Ja, maar kijk eens. Ik en meneer, die heeft ook eten gehad, maar weer niet helemaal op. Nee, dat... Ik weet het allemaal niet. En ga eens weg, meis. En ik zal zien waar die nou is. Buiten, denk ik. Ja. Ja. Daar is die. En daar is meneertje. Ja. Ik denk dat ik vannacht de zonnescherm maar lekker naar beneden hou. Want morgen hebben we het al weer zon. Dus ja, laten we maar mooi eventjes zo de komende dagen, zolang het niet hard waait of wat dan ook, lekker dicht laten. Oké, het is avond minder licht, maar boeien lekker belangrijk. Zwinters is het ook hier in donker, ja toch? Maar ik vind het wel lekker. Is het morgen niet zo heet in huis? Het was vanochtend dat ik beneden kwam, was het ook, hoeveel was het toen? Is het inderdaad 26,5? Nou, en na de nacht, 's morgens, had ik het dus al 30 graden in huis vanochtend. Dus het is wel al afgekoeld. Dus ik laat hem mooi naar beneden. Ja, strak plan. Ik krijg straks al bezoek in plaats van morgen. Krijg ik straks bezoek van mijn persoonlijke begeleider. Anders had die morgenmiddag ook gekomen. Maar die kan niet. Maar morgenmiddag krijg ik Roderick zijn vader. Hè? De schoonvader van Karin weer. Die wordt nog niet klaar met het gesprek gisteren. Oké, we zullen het afwachten hoe dat gaat. Dus hij is welkom. Ja toch? Enkel waarom? Ja, hij moet praten. Nou, waarover? We hebben gisteren een heel uitgebreid gesprek gehad. Maar oké, we zullen het beleven. Hoe en wat, weet ik niet. Ik zal mijn hondje gaan helpen. Die moet zijn kap weer af. Kom maar. Kap af. Goed zo, ga maar een drinkje doen. Meneertje heeft eindelijk eens dorst. Kijk, en dat is die staart. Ja. Hij mag er niet aankomen, hè? Nee, hij mag er niet aankomen. Hé, sjap, schat. Mag wel hoor, lieverd. Moet je nog eten? Nee? Kap om. Piep. Goed zo. Hé, goed zo. Ja, grote jongen. Grote jongen. Hé? Nou, vrouwtje gaat verder met eten, man. Ja, ik ga verder met eten en ik zou zeggen tot laat op de avond nog even een keer. Doei doei! Een hele goedenavond, lieve vrienden. Ja, ik zou zeggen, het is maandagavond en drukke, gezellige dag en ook weer rustig. Ja, eigenlijk van alles een beetje. Astrid was er, dus ja, gezellig. En die is nou weg al geruime tijd. Maar dat maakt niet uit. Ik ga zo meteen de vlog in elkaar zetten. Dan kan hij naar YouTube toe. En dan zien we wel weer. En ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Wees lief voor elkaar. Geniet met elkaar en van elkaar. Geniet van het prachtige mooie weer. En doe rustig aan. Ja. Voor vanavond later zou ik zeggen, welterusten, lekker slapen en gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!